We besluiten het binnenlandse nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig. In de middag tot in de vooravond kunnen er lichte tot matige buien vallen die lokaal zwaar en mogelijk gepaard kunnen gaan met windstoten zowel in het kustgebied als in delen van het binnenland. De MDS waarschuwt dat er kans is op plaatselijk matige tot zware onweersbuien vergezeld van windstoten in het kustgebied en delen van het binnenland.